Ja, moet ik in die kant? Ik dacht het al. Even kijken. Nou, gaan we dan? Ja. En dan moet u allebei net zo romantisch naar elkaar kijken als toen. Oh, kan dat nog? Dat kan nog. Ik had een vriend. Woont nu in Australië. Die had een zus. Die had op een gegeven moment verkering. Met een broer van haar. Dus die kwam ik thuis, maar zij kwam ook eens kijken toen daar zo, bij die vriend thuis. En dacht, hé, wie is dat daar zo? En zo is dat gekomen, hè. Zag ik daar staan, en een jonge man, met blond haar en blauwe ogen. Ja, daar ga je toch voor, hè. Ze weten het nog als de dag van gisteren. 63 jaar zijn ze getrouwd en daarvoor nog 5 jaar verkering. Het stel woont nog zelfstandig naast het bedrijf waar ze met ziel en zaligheid hebben gewerkt. Zonder elkaar kunnen ze niet. Ik hoorde dikwijls van, daar gaan ze uit elkaar. En hoe is dat dikwijls? Dan zijn ze gepensioneerd. Dan komt de man thuis en dan ziet hij alles. Maar bij ons, we zijn altijd bij elkaar geweest met de zaak. Ja, we hebben altijd samen. De hele dag altijd. Ja. Morgen. Aan de pomp, dat is er de liefde. Ja. De benzinepomp, het controleren en alles. Ja. Maar u bent op een leeftijd, u kunt ervan genieten. U hoeft niet te werken, u kunt gewoon... Ja, maar ik hoef ook niks. Ik moet ook niks. Dat is wel het fijne ervan. Morgen. En meisje, wie is het? Druk gehad vandaag. Rustig. Ik ben begonnen met gaan poetsen. Ah, prima. Ik heb heel goed gepoetst. Goed zo. Prima, kind. Ja, bestelling klaar. Ja, dat is rustig. Vinden ze niet een beetje een ballast als u komt kijken? Dat weet ik niet. Mag je een haar vragen? Ja. Nee, hoor. Nee? Geen probleem. Wat is dit? Ja, wat was dit? Het tuinhuisje. Dat was een oude bouwketen. Die moest ik afbreken. Daar hebben we dit van gemaakt, hè. Uw prijzen? Ja, paarprijzen zijn dat. Dat zijn een paarprijzen, ja, ja. Ja, ik ben er eigenlijk... Ik was er nooit mee begonnen, nooit mee gestopt. Af en toe pakte de auto. Was een of ander evenement. Een rally. En dan ging ik dat meedoen, hè. Maar ja, het ging hoe lang ook. Tot op een gegeven moment reed ik eens een keer een rally naar Polen. En die won ik niet. Dan was ik heel slecht. Had ik zoveel pech gehad, ik kwam toch in de finish. En toen zei ik van de allerbeste van Nederland, Bob de Jong. Zeg, joh, met een goede auto is het toch niet makkelijk. Niet zo moeilijk een rally te winnen. Dat moet jij eens laten zien. Ja. En dat heb ik laten zien. De eerste de beste wedstrijd won ik. En toen ging dat door. Dat was in 1974 was ik. Nederlands kampioen was ik toen. Hoe voelt dat nu? Om even vast te houden. Ja. Zwaar. Ja. Ja. U heeft in de grootste, wildste racewagens gereden. En nu rijdt u op uw eigen grasmaaier. Ja. Voelt u zich een beetje als toen? Nou, het gaat een beetje langzamer. Hoe groot is de liefde? Ja. Ik vind het loslaten van elkaar. Niet altijd op elkaar, hoe moet ik dat zeggen? Loslaten, ja. Maar er zijn ook wel dingen waar ik niet over eens ben. Ja, tuurlijk. Dat gebeurt ook, hè? Ja? Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Regelmatig. Is er wel eens boy in huis? Ja, ja, ja. Kan toch niet elke dag zondag zijn? Kan toch niet? Nee, we waren niet zo lang bij elkaar gebleven. Nee, nee. Maar altijd goed gemaakt. Ja. Tuurlijk, ja, ja. Moet niet lang, dat is niet de moeite. Het kan ook niet dat je altijd eens bent met elkaar. Zou dat kunnen? Zou dat bestaan? Ik geloof het niet. Nee. Maar dan. Wij zeggen dan schwam drüber. Hey joh. Ja, het is wat.